Hallo Marlie. Hallo, goedemorgen. Hoi. Waar zit je? Ik zit gewoon in mijn eigen huis, in quarantaine zoals dat heette. Nou, ik ga ze wel af en toe naar buiten. Waar is gewoon jouw eigen huis? Dat is in Amsterdam. En als ik uit het raam kijk, lijkt het alsof je in een bovenetage zit, klopt dat? Ja, mijn werkkamer is boven in het huis inderdaad. Oh ja. Ik heb een heel riante werkkamer, waar ik eigenlijk ook als ik gewoon normaal werk ook redelijk veel zit te schrijven. Dus voor mij is het in quarantaine zijn nou niet zo heel erg veel anders dan mijn gewone leven. Ben jij zo iemand die ooit precies op het juiste moment nog een veel te groot huis voor veel te weinig geld heeft kunnen kopen in Amsterdam? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, ik heb al 30 jaar geleden een huis gekocht, wat toen echt, het was een, toen woonde ik in een buurt die slecht bekend stond en dus het huis was goedkoop, het huis was ook krakkemikkig. Maar als je dan 30 jaar ergens woont en de stad wordt veel rijker, dan word jij als individu inderdaad ook qua stenen rijker. Ja, en daar profiteer je nu van nu je binnen moet blijven. Ja, ik heb een huis met een tuin in Amsterdam, dus dat is al heel bijzonder. En ja, daar geniet je. Ik zit niet opgesloten in een piepkleine kamer. Nee, want hoe vergaat jou deze periode? Ben jij iemand die het makkelijk zich laat aanleunen dat je iets in je vrijheid beknopt wordt? In mijn persoonlijk leven wel, maar als filosoof heb ik er wel moeite mee. Dus zeg maar, ik vind datgene wat er nu gebeurt wel een enorme vrijheidsberoving van heel veel mensen. En ik maak me ook wel zorgen over de lange termijn effecten van die vrijheidsbeperkingen. En ook de inperking van de burgerrechten. Oh ja, maar waar maak je dan concreet zorgen over? Nou ja, tijdens een pandemie zijn mensen enorm bereid om heel veel privacy en rechten in te leveren. Om maar die ziekte te bestrijden. Mm-hmm. En ja, de makkelijkheid waarmee dat gaat, daarvan kun je misschien denken van nou, dat draaien we straks wel terug. Maar de geschiedenis laat zien dat meestal niet het geval is. Dat als dingen eenmaal in gang gezet zijn, dat het onvoorstelbaar lastig is om dat weer terug te draaien. Ja. Ja. Kijk maar, naar de maar het is ook gewoon, het is ook gewoon nodig nu, toch? Ja, maar er is niet één weg naar wat is nodig. En we weten natuurlijk niet helemaal, we weten niet, ten eerste niet precies wat er gaande is. Hoe gevaarlijk het virus is, wat het ons verder nog gaat brengen. We weten niet hoe snel we daar weerstand als bevolking tegen zullen opbouwen. We weten niet hoe lang het duurt. Alle maatregelen die je neemt, die hebben ook weer nadelige effecten. En daar weten we helemaal al niet van wat dat op de lange termijn zal kosten aan gezondheid, aan cultuur. Het kan zijn dat er allerlei muziekgezelschappen, theatergezelschappen over de kop gaan. Ja. Dat boekhandels zullen moeten sluiten. Dus we weten gewoon niet wat het ook op andere fronten op lange termijn allemaal zal betekenen. Ja, is dit nou gelijk de modus waar jij ook inschiet als zoiets? Nou ja, ik zeg zoiets, maar zoiets hebben we natuurlijk nog nooit meegemaakt. In ieder geval ik niet in mijn korte leven. En jij denk ik ook niet, toch? Nou, in begin jaren 80 was de AIDS-epidemie. En ik werkte toen bij een soort belangenvereniging voor druggebruikers als arts in Amsterdam. Ja. En hadden we dus plots te maken met een virus wat anders dan bij deze epidemie heel veel jonge mensen trof. Oh ja. Druggebruikers en ook homoseksuelen. En ik heb toen in mijn eigen omgeving veel mensen dood zien gaan. Veel jonge mensen. Ja. Dus om maar te zeggen dat het iets is wat nog nooit gebeurd is. Je kunt je zelfs afvragen of een epidemie die vooral jonge mensen treft niet zeker zo erg is als een epidemie die voornamelijk oude mensen boven de 70 treft. Ja, merk je dat je daar iets van meeneemt nu de afgelopen weken? Dat er veel dingen uit die periode terugkomen nu? Nou, wel.
Kijk, wij zijn toen enorm bezig geweest om te kijken of we in samenwerking met de GGD van Amsterdam het voor elkaar konden krijgen dat we spuiten mochten ruilen. En daar waren heel veel mensen fanatiek tegen, want dat zou het drukgebruik alleen maar stimuleren. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we daar in een kast, mochten we dan de spuiten neerzetten. En op vrijdagmiddag kwamen gebruikers met plastic tasjes vol met besmette naalden, kwamen ze bij ons binnen en dan kregen ze een tasje met schone terug en die werden dan weer in de hele drugscene verspreid. En uiteindelijk heeft dat denk ik toch heel veel levens gered. En dat soort creatieve oplossingen die dus helemaal niet met technologie of, maar gewoon bijna ondershands worden dingen geregeld. Ja. Die mis ik nu wel een beetje. En dan denk ik inderdaad terug. Hè, want nu is het allemaal, we moeten allemaal testen en we moeten in quarantaine en we moeten straks misschien wel allemaal met apps gevolgd worden. Mm-hmm. Dat is heel erg gedacht vanuit een surveillance, een toezicht idee. Ja. En die veel meer creatieve oplossingen van hoe je als een bevolking hiermee om zou kunnen gaan. Ja. Daar zit ik eigenlijk wel nog op te wachten. Nou, misschien komen we daar zo nog een beetje over te spreken. Maar ik ben eerst wel benieuwd of jij nou, jij bent denker des vaderlands geweest, je bent hoogleraar publieksfilosofie. Je denkt en schrijft over dingen die ons allen aangaan. Hè? Of dat nou onze seksualiteit is, of begeerte, of de rol van technologie in onze samenleving. Of eenvoudige, schijnbaar eenvoudige dingen als hoe je je dag indeelt en hoe je daar ritme in aanbrengt en eikpunten. Als er dan zoiets gebeurt als dit, zo'n coronacrisis die zich langzaam aan ons opdringt in eerste instantie, maar ons nu natuurlijk volledig in de greep heeft. Heb je dan gelijk zoiets van, ja, hier moet ik wat mee en ik weet ook wel wat als publieksfilosoof? Nou, heel erg gezegd dacht ik aanvankelijk, ik zit in de afronding van een boek en dat betekent toch dat je een beetje af moet zonderen van de samenleving. En ik weet van dit onderwerp heel veel af. Laat ik me daar nou niet instorten. Mm-hmm. Maar het lastige is dat op het moment dat een krant belt en vraagt, zou je hier een reflectie op willen geven? En ik rennend naar de trein daar een reflectie op geef, waar ik dan vervolgens nog wel uitgebreid naar moet kijken. En dan merk van, ja, maar ik heb kennelijk een visie ontwikkeld in de afgelopen decennia, waar vraag naar is, waar mm-hmm. mensen behoefte aan hebben, ja, dan gaat op een gegeven moment het knopje aan en denk ik van, nou ja, het zijn maar zo. Ik heb inderdaad zoveel deskundigheid op dit gebied en juist als filosoof ook heel veel invalshoeken te bieden, ja. Dat dan inderdaad bijna de plicht roept van, maar dan moet je ook bereid zijn om antwoorden te geven. Maar je wist gelijk wat je ervan moest vinden. En dat komt enerzijds omdat ik dus in de jaren 80 op allerlei manieren bezig geweest ben met die AIDS-epidemie. En ook met privacy, met isolatie van mensen, hoe je daar precies mee om moet gaan. En het komt omdat ik gepromoveerd ben op het werk van Michel Foucault. En mm-hmm. Michel Foucault heeft uitgebreid geschreven, of is een van de vele filosofen die geschreven heeft, over wat een epidemie, en hij schrijft dan over de pest, wat die aan disciplinering teweeg kan brengen in de samenleving. En ja, door dus het lezen van dat soort teksten en met nadenken, disciplinering bedoel je hoe er bepaalde ideeën over wat goed is en slecht, of wel kan en niet kan, in een samenleving terechtkomen? Nee, het gaat eigenlijk veel meer om hoe je door mensen op te sluiten of in onze tijd via apps hun kunt opsporen en kunt volgen, hoe je mensen tot bepaald gedrag kunt disciplineren. En dus het is niet zozeer een kwestie van moraal, mm-hmm. maar veel meer van inrichting van de samenleving, insluiten van mensen, insluiten in je eigen huis, mensen in quarantaine zetten, is een hele disciplinerende maatregel.
En dan kun je via, door die mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en op verantwoordelijk gedrag, internaliseren ze de discipline die nodig is. En op zo'n manier kun je een hele samenleving disciplineren. En ja, dat soort maatregelen, daar zeg je nu van, nou, dat is allemaal nodig. Maar na afloop van de epidemie worden die maatregelen niet teruggedraaid. Eerder is het zo dat ze vervolgens nog verder uitgebreid worden en op andere gebieden worden toegepast. Ja, en dat, een houding van zorg kwam jij in terecht. Je dacht gelijk, kijk uit wat we hier gaan doen. Of het middel niet misschien wel erger is of gaat zijn dan de kwaal. Of je het nog wel terug kunt draaien. Wie er aan de knoppen zit hierbij. Ja. Wat me daar wel in opvalt is dat de meeste mensen zijn volgens mij bezorgd om zichzelf of om hun familieleden, maar jij hebt dan zorg voor de samenleving in eerste instantie. Ja, dat vind ik echt wel, zeg maar, de houding of de, is bijna de reflex van de filosoof, dat je en op lange termijn kijkt en op grote schaal. En dus mijn neiging is om dan inderdaad even uit te zoeken van wat zijn de normale hoeveelheid sterfgevallen in een jaar. Nou, dat is 150.000. Dat betekent dus dat 150.000 mensen per jaar overlijden aan hart- en vaatziekten, aan kanker en steeds minder aan infectieziektes, omdat we die infectieziektes de afgelopen eeuw flink hebben teruggedrongen. En nu kan het dus zijn dat een groot aantal mensen juist weer overlijden aan infectieziektes. En dan zul je waarschijnlijk in de statistiek zien dat het aantal gevallen van kanker en van hart- en vaatziekten weer wel daalt. En daar is daar... En ja, in die zin ben ik wel geneigd om naar het grote plaatje te kijken en te willen weten van wat is er nou precies aan de hand. En voordat ik al met allemaal antwoorden en oplossingen, wil ik toch echt beter weten van wat is het grote plaatje. En het is niet zo dat je dan zegt van laat dat virus maar door het land razen die mensen gaan toch wel dood. Is het niet aan het een, dan is het aan het ander. En dan hebben we het maar gehad over een paar jaar. Nee, dat zou impliceren dat ik meteen zou weten wat het antwoord is. Terwijl voor mij is het eerst belangrijk om heel goed te weten van wat is nou het hele plaatje? En welke maatregelen zijn mogelijk? Welke voordelen heeft de ene maatregel? En welke nadelen? Hoe weeg je dat tegen elkaar af? Dus in plaats van extreem snel voor de ene oplossing te gaan, zou ik denken, daar moet een afwegingsproces in zitten. En kijk ik naar hoe het gaat in Nederland, dan vind ik dat we het redelijk goed doen. Omdat het is niet zo dat we in één keer alles op slot hebben gedaan tot 1 juli. Nee, er wordt steeds op grond van de data wordt gekeken van hoe kunnen we weer verder? Wat is de volgende stap? Ja. En in het publieke domein is ook redelijk veel ruimte om de maatregelen ter discussie te stellen en met elkaar het erover te hebben van hey, is dit nou werkelijk wel de beste oplossing? Zouden er ook andere mogelijkheden zijn? En kijk, ik zit zelf niet in de positie dat ik politicus ben of dat ik hoofd van het RIVM ben. Ik ben de filosoof die natuurlijk als taak heeft van hey, mensen, laten we even goed nadenken wat we doen. Ja, hey, eventjes een andere vraag, Marley. Hoe laat ben je vanochtend opgestaan? 7:30. Ik sta altijd om 7:30 op. 7:30, wat dat betreft is er niks veranderd voor je? Nee, ik ga even vroeg naar bed als anders en sta even vroeg op of even laat. Is maar net hoe ik wil. Dus wat is de belangrijkste verandering in jouw dagelijks leven geweest door deze coronacrisis? Normaal ren ik 2 keer per week naar de trein om op tijd in Rotterdam te zijn. Om college te geven. Ja, terwijl ik af en toe wel eens baal van dat vele reizen, heb ik nu bijna een verlangen om op het station te staan en daar een kopje koffie te halen. Ja. Ik mis heel erg het dagelijkse contact met mensen. Ik spreek veel met studenten via Zoom. Ja. Maar ja, weet je, het is toch, je kan iemand niet aanraken, je kan het lichaam, je ziet geen lichaamstaal, alleen maar een hoofd. Ja, en dan de helft van de tijd gaat er ook nog iets mis met de microfoon of met de internetverbinding. Ja. Dus ik mis echt het menselijke contact en dat mis ik in het werk.
maar ook op straat, dat je even, ik ben toch een echte klets, iemand die van kletspraatjes houdt. Mm-hmm. Dus kleine interacties op straat of als je een kopje koffie bestelt, maar ook het even met vrienden ergens wat gaan drinken of met kinderen wat doen of kleinkinderen. Ja, dat is er even allemaal niet. Dus dat, ja, dat vind ik wel kaal. Ik vind het leven kaal. Ja, kom je nog wel buiten? Ja, ik vandaag dan even niet. Maar normaal sta ik dus zo tussen 7:30 en 8:30 op. En dan ga ik eerst met mijn partner een uur door de stad lopen. Dan zoeken we wel gebieden waar het heel stil is. Maar zo langzaam maar zeker hebben we al alle wijken van de stad gehad. En dan daarna ontbijten. Want Amsterdam is aan het dichtslibben met vroege ochtendwandelaars. Nou, tot op heden valt het reuze mee. We hadden maandag dat we echt het centrum ingingen. En dat vond ik te druk. Toen dacht ik, ja, dat is niet vol te houden. Maar zodra we iets meer, ik woon dan in Amsterdam-Oost, iets meer echt de buurt ingaan, dan valt dat reuze mee. Zo matineus zijn de meeste mensen niet. Ja, het grote voordeel is, dan heb ik gewoon mijn uur daglicht en ik heb mijn uur beweging gehad. Dan ben ik daar toch de hele dag wel tevreden over en kan ik de rest van de dag ook wel achter mijn bureau zitten. Ja. Dat boek waar je aan het schrijven bent, hè? Ja. Dat had, wij zouden eigenlijk elkaar treffen aan een talkshowtafel in de Rotterdamse Schouwburg al dit voorjaar. Ja. En toen mailde jij op een gegeven moment, kan het niet ietsje later? Want ik had het niet af. En dan zou het in september nu uitkomen. Ja. Maar ja, het gaat over islam in Europa. En ik moet nu, ja, weet je, het is de vraag of dat ook maar een onderwerp is wat ook maar iemand bezighoudt in september. Dus ik ben een beetje in verwarring van hoe moet dat verder. Maar goed, ja. Want de titel is of was de ander, dat zijn wij? Ja. Jij zegt, het is maar de vraag of het iemand nog bezighoudt. Houdt het jou nog bezig? Lukt het jou nog om aandacht op te brengen voor de dingen waar je de afgelopen maanden mee bezig was? Of heeft die coronacrisis dat bij jou toch ook wel drastisch veranderd? Ja, tot mijn spijt moet ik erkennen dat alleen al het echt goed leren om met Zoom om te gaan, was ik begonnen binnen Canvas Conferences en daar konden de studenten niet goed meepraten, of die waren niet in beeld. Nou ja, dan heb je dat geleerd, dan ga je weer Zoom leren. Dus die technologie goed voor elkaar krijgen kost tijd. Dan merk ik dat elk gesprek duurt langer, omdat mensen dan even weer moeten uitloggen. Dus in plaats van dat ik 2 uur colleges geef, duurt het 3 uur. Ik heb ook de neiging om net wat meer contact te hebben met studenten en promovendi dan normaal. Omdat ik me toch verantwoordelijk voel en denk van ja, ik zit hier inderdaad wel in een prettig huis. Maar heel veel studenten en promovendi zitten alleen in een kamer. En hebben nog geen kinderen of wat dan ook, waardoor er iets van een vastigheid is, sociaal. Dus heb ik toch de neiging om te zeggen van nou, laten we... Merk je dat studenten en jonge medewerkers het lastiger vinden om hiermee om te gaan dan jij? Bij sommigen wel, ja. En wat is dat dan, denk je? Nou, allereerst... Kijk, ik ben gewend om soms 3-4 maanden mij op te sluiten en alleen maar te schrijven. En dan heb ik ook afspraken met vrienden van, nou, hou er rekening mee. Deze 4 maanden ben ik gewoon redelijk afwezig. Als je me wil zien, dan is het een koffieafspraak tussen de middag. Dus dan ben ik ben zeg maar wel getraind om in mijn eentje in een kamer te zitten en alleen maar te schrijven. En dan ook door de diepe dalen van... frustratie, et cetera, heen te gaan. Omdat ik, als je een aantal keren dat gedaan hebt, dan weet je, ja, dat hoort bij het schrijven van een boek. Dat je, dat het soms afzien is. Dus ik ben er aan gewend, maar bovendien, ik heb zo'n strak ritme al in mijn dagelijkse leven om gewoon de vele dingen die ik wil doen, om die te kunnen doen. En dat maakt het gewoon makkelijker om in deze fase niet de hele tijd de vraag te stellen,
wat heeft het allemaal voor zin? Ja. En dat denk ik sowieso hoor, van die vraag naar de zin of de betekenis van het leven. Die... Ja, ik dacht dat filosofen daar de hele dag door een beetje mee bezig waren met die vraag. Nou, als het aan mij ligt, probeer ik die vraag eerder zeg maar buiten beeld te krijgen dan dat ik hem beantwoord. Omdat ik merk dat als het leven zo is ingericht dat het prettig is, dat ik die hele vraag, wat is de zin of de betekenis, helemaal niet stel. Mm-hmm. Iets prettig inrichten betekent toch dat ik een bepaald ritme in mijn leven heb, waardoor ik weet van, oh maar elke woensdag doe ik dit. Of alleen al het vooruit kunnen kijken naar iets leuks. Hè, vanmiddag ga ik een uur wandelen met mijn dochter. Daar kijk ik dan naar uit, al een paar dagen. Dat maakt dan dat je die vraag van wat is de betekenis van het leven, dat die eigenlijk helemaal niet opkomt. Ja. Dus op die manier speel ik een beetje met mezelf om te zorgen dat je... Want wat gebeurt er als je die vraag jezelf wel gaat stellen? Dat zal wel eens gebeuren, toch? Ja, maar meestal... Kijk, ik denk altijd het leven heeft überhaupt geen zin. Dus dat... Je moet er betekenis aan geven of je moet betekenis maken. En van mij zit de betekenis van het leven heel erg in het relationele. Dat je een relatie hebt met anderen waar je iets voor betekent. Ja. Dus zo'n serie zoals Fokke Obbema dan maakt in de Volkskrant. Met allerlei mensen die spreekt over de zin van het leven. Daar zeg je van, joh, ga toch eens iets anders doen. Nou, dat ga ik niet zeggen, want... Het vindt het namelijk hele interessante vragen en interessante antwoorden. Ja, heel veel mensen vinden dat inderdaad hartstikke interessant. Het is niet aan jou besteed. Ik lees 2 paragrafen en dan denk ik, ach ja, het zal wel. De zin van het leven voor jou is zo weinig mogelijk bezig zijn met de zin van het leven. Nee, de betekenis van het leven zit voor mij in datgene wat ik voor anderen beteken en wat anderen voor mij betekenen. Ja. Maar dat zit in het dagelijks leven. En dat zit niet... veel meer dan dat is het niet. Dus ik ben wel eens vaker ook door anderen gevraagd om mee te doen aan een serie over betekenis of zin. En dan zei ik van, ja, sorry, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks mee met die vraag. Dus dat wordt nooit wat. Nee, maar het is niet zo gek, hè? Want veel mensen worden wel uit die routine zoals jij die schetst, of een bepaald ritme in je dagelijks leven, of dat contact met die ander, daar worden ze ineens brusk nu uitgehaald. Dus niet zo gek dat veel mensen toch een beetje met existentiële twijfels bezig zijn, toch, op dit moment? Ja, maar... Existentiële twijfel of existentiële onzekerheid. Dat zit... Dat is wat anders. Nou, ik weet niet of het helemaal wat anders is. Maar kijk, dat je in je bestaan onzeker voelt en dat je geen zekerheid hebt of dingen nog wel door zullen gaan. Of je straks nog wel je studie af kan maken. Of er straks nog wel ergens voor jou een relatie is. Of je straks wel werk zult vinden. Of je sowieso je bestaan wel vorm kunt geven. Dat herken ik wel. Ik heb eindeloos op tijdelijke contracten gezeten. Ja, dan steeds weer heb je die onzekerheid van, oh, zal het straks wel doorgaan? En als het niet doorgaat, wat dan? En hoe kom je dan weer aan werk? Dus die existentiële onzekerheid, die ken ik wel. Maar dat is voor mij eigenlijk een andere vraag dan de vraag naar de betekenis van het leven. Ook als ik werkloos ben, dan nog kan ik iets betekenen voor mijn buren of voor mijn vrienden of wat dan ook. Dus dat zijn voor mij, andere zaken. Maar dat je door die quarantaine of wat er nu gebeurt, helemaal uit je ritme raakt. Je in je bestaan aangetast voelt, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, heb jij als filosoof daar handvatten voor, behalve praktische handvatten over je dag in te delen of is te gaan wandelen? Zijn er bijvoorbeeld boeken die nu ineens op het nachtkastje zouden kunnen of moeten verschijnen, waar je in deze periode steun aan zou kunnen hebben? Nou,
Ja, dat met die boeken, dat weet ik niet. Kijk, lijkt mij allereerst heel belangrijk om voor jezelf te bedenken. Stel je voor dat je nou 2-3 maanden in quarantaine zit. Wat zou je dan willen dat je in die 2-3 maanden doet of gedaan hebt? Mm-hmm. Dat kan bij wijze van spreken zijn dat je denkt, nou, nu deze 3 maanden wil ik de relatie van mijn leven tegenkomen. Nou, dan ga je daar je tijd aan besteden. Dat is wel een beetje een lastige ambitie, toch? Maar het kan ook zijn dat omdat je elkaar niet aan mag raken, dat je plots een manier van leren kennen hebt die veel meer mogelijkheden geeft dan wanneer je onmiddellijk met elkaar in bed duikt. En dat het verlangen tot grote hoogte wordt opgestuwd, juist. Dat niet, maar niet. Oh, ja. Maar goed, kijk, ik zit zelf met die vraag van, ja, wat wil ik nou in deze periode? Wil ik inderdaad dat boek afgerond is? Of stel dat ik een scriptie zou schrijven, wil ik dat aan het eind van het jaar die scriptie klaar is? Ja, dan zul je voor jezelf moeten bedenken, hoe kan ik mijn dag zo indelen dat het me ook echt lukt? En de verleiding is groot om dat niet te doen en dan bij wijze van spreken maar hele tijd door te werken totdat je erbij neervalt. Of ja. Je vreselijk. Ik ben al blij als ik mijn peuters 's avonds in bed heb liggen en het huis enigszins aan kant is. Ja, maar ondertussen zit je hier wel mij te interviewen, hè? Want je toch ja, klopt. Heel strak geregeld. Ja. Nee, dus ik denk van ja, als zodra je weet wat je precies wil in die 3 maanden, dan kun je kijken of je dat op zo'n manier kan organiseren dat je niet daar de hele tijd mee bezig hoeft te zijn. Dat je ook, kijk, het is ook belangrijk dat je je sociale contacten organiseert. En dat kan je doen door bij wijze van spreken elke dag weer iemand te bellen en zeggen van wil jij met mij gaan lopen of weet ik veel wat. Maar je kan ook 1 keer iemand vragen van, zou jij elke woensdagochtend met mij een wandeling willen maken? En dan hoef je verder voor die hele periode niet meer te vragen. Want dan krijg je dus ook geen afwijzingen, wat een groot voordeel is. En ja, op die manier kun je iets van structuur aanbrengen. Waardoor het niet zo zal zijn dat je na 3 maanden dat die quarantaine over is. En dat je dan omkijkt en denkt van, wat is er eigenlijk gebeurd? Ik heb alleen maar zitten niksen. Nou, kan je daar natuurlijk ook weer een pleidooi voor houden om eindelijk eens te ervaren in het leven wat het is om 3 maanden te niksen. Mm-hmm. Maar dan is dat het doel. Ja. Ik wil eventjes met je hebben over, dan komen we misschien toch een beetje terug ook bij de drugsverslaafde en HIV geïnfecteerde uit de jaren 80. Maar afgelopen weekend stond er ook een mooi interview met Beate Roesler in de Volkskrant. Trouwens, volgens mij was dat van Fokke Obbema. Maar dat ging over de filosoof en het ging eigenlijk over kwetsbaarheid. En over oog voor andere kwetsbaren en het idee dat we nu zo met onze eigen kwetsbaarheid geconfronteerd worden. En onze eigen sterfelijkheid ook. Dat we daarmee ook wel eens wat meer oog voor de kwetsbaarheid van anderen zouden kunnen ontwikkelen. Denk jij dat ook? Of is het misschien toch ook wel een beetje ieder voor zich in deze rare tijd? Ja, als ik het interview goed herinner, pleiten ze heel erg voor een Kantiaans idee dat je een mens niet als als middel ziet tot een bepaald doel, maar dat elk mens een doel op zich is. En ik vind dat een moreel heel mooi standpunt, maar als voormalig huisarts denk ik wel meteen van ja, maar hoe je het ook wendt of keert, in de medische praktijk moet je altijd rekening houden met ook een rechtvaardige verdeling van middelen. En je kunt wel puur en alleen gaan voor die ene patiënt die voor jou zit. Maar er zijn ook nog zoveel toekomstige patiënten. Of er zijn patiënten met andere vormen van lijden die ook hulp moeten. En als alle geld naar de IC stuurt, of aan de IC uitgeeft, dan kun je het niet uitgeven aan die operatie van iemand die kanker heeft. Of dat je altijd met schaarse middelen aan het werken bent in de gezondheidszorg, is een gegeven wat al heel oud is. En dan kun je wel helemaal zeggen van nou, je moet altruïstisch zijn en alleen maar nu dit probleem op willen lossen.
Maar ik vind het, ja, ik vind eerlijk gezegd weinig getuigen van realiteitszin. En het is weinig pragmatisch. Ja, en in een ander opzicht, dat oog hebben voor kwetsbaarheid, heb je nou, kijk, we zijn allemaal in oorlog met dezelfde vijand, hè? Eigenlijk over de hele wereld op dit moment, of je nou in een sloppenwijk... Als je in Syrië zit en je woont in Idlib, weet ik niet of corona nou de enige vijand is waar je mee te maken hebt. Er zijn ook nog steeds gewoon oorlogen in de wereld, hè? Het is niet zo dat we alleen maar in oorlog met een virus zijn. Ja, nou ja, in die zin zijn mensen die zeggen van het zou wel eens op een bepaalde manier verbroederend kunnen werken. Dat schud jij zo gelijk van je af. Ik vind het te lastig om dat zomaar te kunnen zeggen. Wij als westerse samenlevingen krijgen we een steeds oudere bevolking. En de bevolking en mensen van 70 plus hebben een lagere weerstand. Dus dat betekent dat dit deel van de samenleving gevoeliger zal zijn of gevoeliger is voor infectieziekten. Met het toenemen van de levensverwachting is er wonderlijk genoeg ook een verwachting dat die levensverwachting nog steeds verder toeneemt. Dus we zijn niet tevreden met de 83,5 die je nu ongeveer in Nederland hebt. Als je 55 plus bent, dan heb je nog 29 en zoveel jaar. Daar zijn we eigenlijk niet tevreden mee. Het moet steeds meer zijn. Maar het lastige is dat voor alles wat er meer bij komt, heb je gewoon ook heel veel geld en middelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, jongere generaties moeten maar helemaal solidair zijn met die oudere generaties die steeds ouder willen worden en die eigenlijk ook niet meer dood willen gaan aan hun ziekte. Maar ja, je zou het ook om kunnen draaien en kunnen zeggen van, maar moet de oudere generatie niet solidair zijn met de jongeren? En zeggen van, nou, op een gegeven moment accepteren wij ook dat het leven eindig is. Dus wat betekent dat dan? Dat we in een tijd zitten waarin we steeds meer de vraag op ons bordje zullen krijgen, hoeveel geld hebben we over voor een extra gewonnen levensjaar? En die discussie die speelt natuurlijk al veel langer in de gezondheidszorg. En op een gegeven moment is gezegd, een extra gewonnen levensjaar, dus of je niet op je 85ste, maar op je 86ste doodgaat, dat mag €80.000 kosten. Want dat is het bedrag wat we nog kunnen opbrengen als samenleving. En want je hebt ook gewoon geld nodig voor onderwijs, voor gezondheid, voor andere ziektes, voor defensie, nou, voor de wegen, nou, noem maar op. Dus vind je het dan een taak aan de ouderen om te zeggen, als je het hebt over solidariteit naar jongeren toe, om te zeggen, nou, mijn tijd zit er wel op hier, laat mij maar, ik sta mijn plekje op die C af aan iemand van 42? Nou, ik weet niet of je die verantwoordelijkheid op dat moment daar neer moet leggen. Het lijkt mij dat beleidskeuzes moeten zijn. Hè, dat bedrag van €80.000 is een bedrag wat in het beleid naar voren komt. Hè, van misschien moet dat het richtsnoer zijn. Maar zou je het zelf... Hoe oud ben jij, Marley, als ik vragen mag? Ik ben 65 en ik heb een auto-immuunziekte, dus ik hoor bij de risicogroepering. Ja. Betekent dat, wat betekent dat voor jou eigenlijk persoonlijk nu? Maak je veel zorgen om je eigen gezondheid? Nou, ik denk ik moet zorgen dat ik voldoende beweeg en goed eet en goed slaap. Maar als ik de pech heb, ja, ik vind dat dan echt pech, dat je besmet wordt en dat je lichaam daar zo heftig op reageert dat je daaraan overlijdt. Ja, daar leg ik me bij neer. Dat is niet. Het is, ja, ik bedoel, dat klinkt nu heel erg alsof het zo makkelijk is. Zo makkelijk is het niet. Maar voor mij hoort het sterven wel duidelijk bij het leven, ja. En voor mij is het ook heel belangrijk
dat net zoals je een kwaliteit van leven hebt, dat je ook een kwaliteit van sterven hebt. Dus ik zou ook zelf heel goed nadenken van, wil ik eigenlijk wel naar een IC? Wil ik sowieso wel naar een ziekenhuis? Van hoe zorg ik dat je dat ook het sterven lijkt op het goede leven? Ja, dat is iets wat we verleerd zijn, dat nadenken over onze sterfelijkheid en de dood en hoe daarmee om te gaan. En daarmee confronteert die coronacrisis ons nu eigenlijk op afschuwelijke wijze. Ja, en dan hebben we nog geluk dat het nu voornamelijk oude mensen zijn. Hè? En dat je dus niet geconfronteerd wordt met dat jouw medestudenten overlijden. Want ik bedoel, dat had ook nog gekund. Dus in die zin is de sterfelijkheid nog relatief mild ten opzichte van wat het ook kan zijn. Ja, maar kun je daar iets van hulp of een handvat in bieden van hoe je dat beter doet? Nadenken over je eigen eindigheid en wat daar dan... Hoe doe je dat? Hoe moet dat? Ik vind dat heel moeilijk hoor. Ik denk zelf, kijk, als je geneeskunde studeert, dat zal nu ook nog zo zijn, dan zie je toch redelijk veel mensen in het ziekenhuis sterven. Dus je hebt veel meer de ervaring van sterven dan dat de gemiddelde student heeft. En ik merk het ook wel bij studenten die jong hun ouders verliezen. Dat is toch een proces wat de meeste studenten niet doormaken. En zij denken zo veel en zo anders over sterven dan de gemiddelde student die dat niet meemaakt, dat het mijn zinzins ook heel erg met het ervaren van het sterfbed te maken heeft, of je daar iets bij kan voorstellen of niet. En die ervaring is natuurlijk steeds meer uit onze samenleving verdwenen. Juist omdat mensen steeds ouder sterven, verdwijnt het ook steeds meer uit het dagelijkse zicht van mensen. Ja. Heb je het idee dat we, afgezien van alle mensen die ziek worden en die overlijden en de nare dingen die corona met zich meebrengt, dat we hier, of jij of wij of de Nederlandse samenleving hier ook op een bepaalde manier beter uitkomen, of dat we hier iets van leren? Of heb je die hoop? Ik ben eerder bang dat als het straks over is en alles weer voorbij, dat we het weer zo vergeten zijn. Oh ja? En dat dan de vele, ik noem het dan de surveillance maatregelen. Dus de discussies over, hoe zit het nou eigenlijk met onze privacy, met onze burgerrechten? Wat doet zo'n epidemie op onze democratie? Dat we ook die discussies misschien iets te snel weer achter ons laten. Ja. Dus ik denk van dit zou ons echt moeten leren van wat is een democratie in tijden van nood. Ja, want er wordt nu aan alle kanten al gepraat over het leven na corona. Mensen die het hebben over de energietransitie die eindelijk een vaart kan krijgen. Die het hebben over... Maar we hebben helemaal geen geld meer voor de energietransitie straks. Nee. Je bent wat dat betreft niet zo optimistisch over deze crisis als startpunt voor allerlei grote, ingrijpende en positieve veranderingen in de samenleving. Nee, ik ben eerder... kijk je bijvoorbeeld naar 9-11, waar in Amerika toen ook de Patriot Act in gang werd gezet. En ja, dat terugschroeven van burgerrechten is tot op heden is dat nauwelijks gebeurd. En 9-11 heeft tot op heden een effect op hoe wij denken over de islam, over de nationale staat, nou noem maar op. Dus dit soort noodsituatie die kan heel lang effecten hebben op hoe de samenleving in elkaar zit en hoe de democratie functioneert. En daar maak ik me wel wat zorgen over. Ja. En het lijkt me dat we als dit voorbij is, ook echt heel goed moeten kijken van hoe zorgen we dat dit niet 20 jaar lang effect heeft op bijvoorbeeld het inleveren van privacyrechten. Ja. Marley, wat ga je verder doen vandaag? Ik heb straks eerst nog een andere televisieopname. Dan ga ik een uur met mijn dochter lopen.
Dan ga ik een column schrijven. Je zal het niet geloven over de zin of de betekenis van het leven. Daar heb ik nu niks over te schrijven, dat weet je. Dus hoe ik er me daaruit ga redden, dat weet ik nog niet. En dan aan het einde van de dag heb ik nog een gesprek met een wellicht nieuwe promovendus. Oh ja. En ga je het boek, wat dus eerst dit voorjaar zou moeten uitkomen, toen dit najaar zou moeten uitkomen, ga je dat nog herschrijven? Of ga je daar nog iets aan veranderen? En heeft wat er nu gebeurt nog invloed op dat denken over onze omgang met de ander en de rol die de islam in Europa heeft? Mogelijkerwijs dat ik in de inleiding daar iets aan ga toevoegen. Maar kijk, het boek zit heel erg al in de stijgers. Dus ik weet niet of ik of daar die corona echt nog een enorme invloed op zal hebben. Maar heel eerlijk gezegd, ik kan het niet overzien. En ik heb gewoon nog een aantal maanden om daaraan te schrijven. Dus, en misschien dat ik zelfs wel zeg van, nou weet je wat, ik laat het een jaar later uitkomen. Ik ga eerst toch nog iets anders schrijven. Ik weet het nog niet helemaal. Ja. Veel plezier met je wandeling straks. Dankjewel. Ga je ook wat leuks doen? Ik ga boodschappen doen. Ik weet niet, dat vond ik vroeger leuk, maar nu niet meer zo. En ik ga sowieso eventjes wel naar buiten met mijn dochter op de stoep. Een klein beetje fietsen, wandelen. Zoiets. Veel plezier. Dank je. Doei. Doeg.